Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Edeldier. En dit is het moment waar misschien velen van jullie op hebben gewacht. Settlercraft, aflevering weer. We zijn weer terug. Het heeft een tijdje geduurd en dat kwam gewoon omdat de servers in 1.8 nog niet klaar waren voor plugins. Nu hebben we eindelijk, dankzij Jerimu, hebben we de plugins op de server staan. We hebben essentials. We hebben alles wat we nodig hebben. Staat er weer lekker op. Dynamap werkt allemaal. Huppakee, huppakee, huppakee. En we zijn gisteravond, ik neem dit op donderdagochtend op. Gisteravond zijn we met z'n allen aan de slag geweest. Er zijn, mensen zijn aan de arena gaan bouwen. Mensen zijn aan de regels, het gebouw waar de regels komen gaan bouwen. En ik ben bezig geweest met alle biomes uitzoeken die de groepen konden kiezen. En ondertussen hebben alle groepen hun eigen biome gekozen. Dus in deze video zal ik laten zien wat we gisteren allemaal hebben gedaan. En ik zal het hebben over hoe we gaan beginnen straks met de groepen in hun eigen gebieden. Dus heb jij zin in Settlercraft Season 2? Vergeet dan niet even om alvast een duimpje omhoog te doen. En dan gaan we vandaag beginnen met het gebied waar zometeen de regels in komen. En we hebben gekozen voor een Arc de Triomf. Hij is nog niet helemaal af, maar het is al wel een vet begin. Hebben Emiel en Mark samen aangewerkt. Zoals je kan zien is best wel een flink gebouw aan het worden. Hij is nog niet af, hij is nog niet af. Maar ik vind het wel al een heel vet begin geworden. En wat dan de bedoeling is dat de regels hier zo aan de binnenkant ergens komen te staan. Dus waarschijnlijk komen hier ergens deurtjes in, dat we naar binnen kunnen. En dan de regels van de server zullen daar helemaal in staan uitgelegd. En dat is natuurlijk hartstikke tof, want het is een heel tof gebouw. Ik hoop ook dat we gaan zorgen dat we helemaal naar boven kunnen. Want dat zou ideaal zijn, kan je heel de spawn lekker bekijken. Dus dat is waar de regels komen. Er zal een mooi pad komen vanaf de spawn daar naartoe. Natuurlijk hadden we alle gebieden uitgezet voor alle groepen waar we in gaan beginnen. Want de bedoeling van Settlercraft Season 2, als je dat niet mee hebt gekregen, is dat alle groepjes beginnen hier zo in de hoofdstad. En voordat we naar ons eigen biome mogen om daar te beginnen, moeten we hier heel ons wijkje afbouwen. En daar zullen een paar eisen aankomen. Die eisen van de wijken hebben we nog niet helemaal uitgewerkt. Daar zullen we ook binnenkort mee gaan beginnen. En dan hopelijk dat we halverwege november of eind november echt gaan beginnen met Settlercraft. En dat wordt tijd. Wij hebben er zin in. Hopelijk hebben jullie er ook zin in. Maar we hebben natuurlijk ook nog een PvP-toernooi dat aan zit te komen. En daar hebben we een arena voor nodig. En de arena die hebben Nanne en Jim en Emiel heeft ook geholpen volgens mij. Die zijn daarmee bezig geweest. En moet je nou eens kijken, man. Hij is er gewoon al zo helemaal bam, 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 bam. Hartstikke mooi natuurlijk. Ja, en in deze arena zal het dan uit worden gevochten. Ik denk dat dat de kamertjes zijn waar je in moet beginnen. Eens even kijken of we daar ook naartoe kunnen komen. Ik zie hier geen ingang. Oh, ik denk dat die hier zit. Dus dan zou je zo naar binnen komen. Oké. Ja, en dan kan je hier zo naar binnen. Oh, helemaal top. Oh, dat is tof gedaan. Nou, deze arena is dus waar het PvP-toernooi gaat plaatsvinden. Is een kleinere arena. En we moeten nog even kijken hoe we het PvP-toernooi precies gaan doen. Want ik heb al wat kijkers uitgenodigd. En dat zijn vooral de trouwe kijkers van Edeldier. En die zullen dan strijden voor een plekje in de server. En we moeten nog even kijken hoe we het gaan doen met de winnaars precies. Want de groepjes die we op dit moment hebben zijn een beetje uit balans qua hoeveelheid leden. Dus misschien dat we gewoon zorgen dat alle trouwe kijkers van Edeldier gewoon strijden om een plekje in het kleinste groepje. Dat lijkt me de handigste. En natuurlijk zullen er later ook nog andere manieren komen voor invites. Maar dat is in ieder geval het PvP-toernooi wat dus wel plaats gaat vinden binnenkort. En dan buiten dat zijn dus de biomes bekend waar de groepjes in gaan zitten. Dus laten we die eventjes doornemen, want dat lijkt me ook wel leuk om alvast een beetje over te hebben. En alvast een keertje te laten zien waar ze dan straks gaan beginnen. Dus dit is, voor de duidelijkheid, dit is waar we allemaal eerst beginnen. En voordat die wijk af is, gaan we nergens anders naartoe. En de regel is dus dat we alleen in deze biome mogen verzamelen. We mogen niet naar een ander biome gaan. Dus we mogen bijvoorbeeld niet birdshoots verzamelen, want het staat in een andere biome. Dus daar zijn we streng op. En dat is gewoon om het wat specialer te maken. Om het niet gewoon een standaard survival servertje te maken. Maar waar gaan we wel naartoe? We hebben bijvoorbeeld allerlei warps heb ik neergezet. En we gaan gewoon eerst naar warp flowers. En dat is het groepje van Laura. Het groepje van Laura, die gaat hier wonen. En ze krijgen, als ze de wijk af hebben, krijgen ze dit als startgebied, dit rode vak. Dus een 50 bij 50 vak waar ze dan in mogen beginnen. Ze mogen in heel de Flower Forest, want dat is hun biome. Heel de Flower Forest mogen ze verzamelen en alles. Maar ze mogen alleen in dit vak bouwen aan het begin. En dan door proeven kunnen ze steeds meer van de biome vrijspelen. Dus dit is het ene groepje, die gaat hier beginnen en dat is natuurlijk een heel vrolijk plekje. Volgens mij gaan zij iets met Disney doen, dus dat wordt sowieso vet. En dan hebben we de volgende warp en dat is warp Forest. En die krijgen dit vak. Ja, hij staat een beetje hoog in de lucht, waarom dat weet ik ook niet waarom ik dat heb gedaan. Maar dit is het volgende plekje en dit plekje is van Jurgen zijn groep. Dus niet van mij, maar van de andere Jurgen Mysterious. Die gaat hier wonen met zijn groep en die hebben dus heel de forest biome hier zo. En dan is dit hun vierkant waar ze in mogen beginnen met bouwen. Ik weet niet precies wat voor stijl ze gaan doen. Dus dat kan ik helaas niet vertellen. Maar wij gaan gewoon door naar de volgende warp. En dat gaan we even naar de Stinky Tovenaars. En de Stinky Tovenaars hebben een gemixte biome, omdat ze een kleinere biome hebben. Ze hebben namelijk de Stone Beach hier zo. Dus dat is alleen het randje, dat is niet te ver het land in. En dan aan de andere kant ook nog eventueel een deel van de beach later. Maar ze beginnen hier zo, dus we moeten nog even kijken hoe we dat precies met hun gaan doen met gebieden vrijgeven. Maar ze gaan hier zo beginnen. Dit is het groepje van Jim. En die gaan hier zo wonen, dus die hebben een hele vette cliff. En die hadden een heel vet idee voor stijl op allemaal kliffen en op allemaal bergjes. Om vette dingen te doen hier zo in het water. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat daaruit gaat komen. Het enige nadeel van hun gebied is dat ze geen enkel soort boom hebben in hun biome. Dus ze moeten het ook goed meenemen en de rest zullen ze moeten ruilen. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om teamwork hier op de server. Dus dat zou helemaal goed moeten komen. En dan gaan we gewoon naar de volgende warp. En dat is de Swamp. En de Swamp, dat is het groepje van Mike en Thijs. En die wonen hier in de Swamp. Swamp is een gigantische biome. Dus die hebben heel veel ruimte om te verzamelen. Hebben natuurlijk ook witch hutjes. Wat altijd handig is. En dit is hun beginstukje. Dus ze hebben een mooi heuveltje hier zo. Waar ze mogen beginnen met bouwen. En daar gaan ze waarschijnlijk ook iets heel vets mee doen. Ik weet ook niet precies wat voor stijl ze gaan doen. Maar het is in ieder geval wel een vette biome. En het vette eraan is dat we dit seizoen dus weer allemaal nieuwe biomes hebben. Niet dezelfde biomes als vorig seizoen. Dat is natuurlijk ook leuk. Laten we dan ook nog even gaan naar de Taiga Hills. En dat is het groepje van Levi. En die zitten dan hier zo als spawnpoint. Die hebben natuurlijk heel veel sprucewood. Dus die zullen waarschijnlijk, als ze snel zijn, kunnen ze daar heel veel mee ruilen. Met andere groepjes om nuttige dingen van te krijgen. Want volgens mij zijn zij de enigen die sprucewood kunnen krijgen. En die hebben een heel mooi stukje aan het begin. Zo'n hele mooie, ja, soort rotsformatie zowat. Want ja, een heuveltje slash rots. Heel vet stukje om te beginnen met bouwen. Ik weet ook niet wat voor stijl zij precies gaat doen. Maar dat wordt vast en zeker iets tof. En dan hebben we natuurlijk het beste voor het laatst bewaard. En dat is er waar wij gaan zitten. Mark en ik gaan in de jungle zitten. In de jungle. Totaal iets anders van de vorige keer van de mesa. En dit wordt ons spawnstukje hier zo in de jungle. Ik weet ook nog niet precies wat voor stijl wij gaan doen. Waarschijnlijk gewoon lekker hutjes en zo. Lijkt mij heel vet als we een beetje combinatie gaan doen van hutjes in de bomen en op de grond en zo. Zulke dingen. Maar dan moet ik nog allemaal overleggen met Mark en de rest van de groep. Maar het voordeel aan deze jungle is, hij is best wel groot. En ik hoop en ik denk haast wel, omdat hij zo groot is, dat er een aantal tempels in zitten. En dat is natuurlijk hartstikke vet. Kunnen we die ontdekken en de loot daarvan gebruiken. En de tempels zelf kunnen we natuurlijk ook gaan gebruiken. En dat zijn dus alle groepjes die we nu hebben. En ja, dit is dus Settlercraft seizoen 2. Het komt dichterbij, jongens. Hopelijk hebben jullie er ook zin in. Ik in ieder geval wel. En ik vond het ook heel tof om te zien hoeveel mensen er gisteren zijn komen helpen. Nanne, Jim, Emiel, Mark. Vergeet ik nog iemand? Nou, Jerimu sowieso. Shout-out naar Jerimu. Want die heeft geholpen om de server überhaupt weer fatsoenlijk runnen te krijgen. Dus nou weer alle plugins werken helemaal toppie-oppie. En dat is gewoon super fijn. Want nu kunnen we eindelijk lekker aan de slag. En hopelijk binnenkort beginnen met seizoen 2. En dan niet in het bouwen, maar gewoon echt het survivalen. Dat alles weer terugkomt. Heb jij daar nou zin in? Vergeet dan niet eventjes een duimpje omhoog te laten. En laat een leuke reactie achter. Zodra bekend is wat we precies gaan doen met PvP toernooi, zal ik ook laten weten hoe jij kan winnen. hoe jij een invite kan winnen. Sowieso de trouwe kijkers die al in de call zitten bij mij, die zijn er sowieso al binnen. Maar ik moet even afspreken met Mike en Mark hoe we het precies gaan doen. Ik denk dat het handigste gaat zijn als we gaan, als sowieso iemand van het PvP toernooi een plekje krijgt in het kleinste groepje. En dan misschien nog de winnaar of zo, nog iets anders. Dan moeten we eventjes kijken, ligt er ook aan hoeveel mensen er uiteindelijk mee gaan doen. En daarna zullen er vast nog veel meer momenten komen om invites te winnen bij alle stadsleiders. Dus hou goed in de gaten, alle stadsleiders. We hebben Jim, we hebben Jurgen, we hebben Laura, we hebben Levi, we hebben Mike en Thijs en we hebben Mark en ik. Dat zijn de groepjes, dat zijn de teams. En ja, ik heb er heel veel zin in. Hopelijk kunnen jullie ook. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je deze video vet vond. En abonneer natuurlijk op Edeldier voor meer Settlercraft. Hopelijk dat we vanaf nu in ieder geval elke week een video ervan hebben. En snel het echte begin van het seizoen hebben. Ik zie jullie in de volgende video.